Hoi allemaal! Enige tijd geleden heb ik voor de site www.mostcutest.nl een unboxing video gedaan. En in het verrassingspakket dat we in die video openmaken, zaten heel veel leuke Poppy Cooking setjes. Ik heb toen aan jullie gevraagd welk setje willen jullie als eerste in een video uitgeprobeerd zien. Nou, deze stond toch wel met stip op 1, samen met een Nero Nero Nee setje met een heks op de voorkant. Die video heb ik al gemaakt met mijn dochter van 13. Onder de i rechtsboven zal ik een link plaatsen naar die video. Nu ga ik dit setje uitproberen. Ik ga van chocola een pokebal maken met een Pokémon erin. Nou, dat lijkt me echt super leuk. Ik ga die pokebal in mijn eentje maken en als hij helemaal klaar is, dan zal ik een van mijn meiden erbij halen om te proeven. Ik heb de verpakking al opengemaakt. En zo komt dan de inhoud eruit. En gelukkig zag ik dat op het YouTube kanaal van mostcurious.nl al een video staat hierover door Mariette. Dus dat scheelt weer, want ik kan dit niet echt lezen. Dit is in ieder geval de mal om de bal te maken. En die is ja, toch iets groter dan ik had gedacht, dus dat vind ik wel heel erg leuk. En wat ik ook bedacht, is dat je er niet alleen een Pokémon in kan doen. Dit is de mal voor de Pokémon. Maar je zou er natuurlijk ook gewoon een leuk briefje in kunnen doen. Dus dat ga ik ook proberen. En 1, 2, 3 zakjes. Een bakje. Zou er dan toch nog een handige gebruiksaanwijzing bij zitten? Nou ja, in ieder geval met plaatjes. En de stappen erbij. Dus stap 1, 2, 3, 4. En dit is dan om de chocola te smelten. Maar dat ga ik niet in een magnetron doen, maar au bain-marie. Volgens deze gebruiksaanwijzing moet ik beginnen met het maken van de Pokémon. En dit is het grootste zakje, dus ik neem aan dat hier dan de melkchocola in zit. Oh, dat ging bijna mis. Oh, ik moet weer echt beheersen om niet zo'n dingetje te proeven. Ik smelt de chocola au bain-marie en dat houdt in dat je een pannetje met water opzet. En daar doe je dan een hittebestendig schaaltje op met de chocola erin. En de stoom van het kokende water verwarmt dan de onderkant van het schaaltje en zo smelt de chocola. En een groot voordeel van smelten op deze manier is dat de chocola niet kan verbranden. Dus ze kan alleen maar smelten. De chocola is gesmolten. Dus ik denk dat ik een beetje snel moet werken voordat het weer hard wordt. En het lijkt me niet heel veel chocola. Volgens mij had ik ook iets moeten achterhouden voor wat betreft het lijmen zometeen. Nou, zoals ik al zei, ik heb een reep chocola in mijn tas zitten. Dus die ga ik er zometeen maar bij pakken en dan ook smelten. Ik ga gewoon kiezen. Ik ga er eentje doen. Ja, en dat wordt dan toch ook Pikachu. Want Pikachu spreekt toch wel het meest tot de verbeelding. En hoe krijg ik dit mooi erin? Dat is ook nog een klus. Maar dat heb ik wel al gezien in de video. Dat kan eventueel met een cocktailprikker. Oh, dit wordt een rommeltje. Waar is mijn cocktailprikker? Ik veel te veel. En zeker omdat ik niet echt genoeg chocola heb. En een beetje zuinig moet doen, is dit wel lastig. Om het dan heel precies te doen. Nou, ik... Ga kijken of ik dit er een beetje netjes af kan halen. En dan doe ik dit in een koelkast. En als het goed is, na 30 minuten is dit hard. En kan ik het dan zo op elkaar doen. En, of zal ik het nu al op elkaar doen? Nou, het staat niet in de gebruiksaanwijzing, hè? Nee, laat ik maar de gebruiksaanwijzing volgen. Pikachu is in de koelkast gedaan. En dan ga ik nu verder met het maken van de pokebal. En hoop dat ik nog genoeg chocola over heb. De gesmolten chocola moet ik hier in de mal doen. En ik ben bang dat het nu al misgaat, want kijk, de mannetjes zaten in elkaar. Zijn ze even groot? Ik ga het gewoon proberen. Dan zou ja, volgens mij gaat het wel. Dus deze gaat nu hierin. En dan druk ik hem aan. En nee hoor, dit is niet goed. Het zou dan helemaal mooi gevuld moeten zijn en dat is niet zo. Ik heb de melkchocola helaas verkeerd gedaan. Ik heb het dus helemaal opnieuw gedaan, alles schoongemaakt en ook mijn eigen reep chocola erbij gesmolten. Ik ga je zo meteen laten zien hoe het in de koelkast staat en hopelijk is het dan wel goed. Nu ga ik de witte chocola smelten. Ik heb
geen witte chocola in huis, dus dit moet in één keer goed gaan. En ook dit ga ik au bain-marie smelten. Ik heb de gesmolten chocola in de mal gedaan. En dan gaat dit er nu bovenop. En dat deed ik dus net verkeerd. Want toen deed ik die twee grotere malletjes in elkaar. Nou, een beetje aandrukken. En hopelijk wordt dit dan een heel mooi half rondje. Die ik dan zometeen op de melkchocola ga plakken. Terwijl mijn pokebal in warning in de koelkast staat, ga ik verder met Pikachu. Ja, dat ziet er niet echt goed uit. Oh, ik kan hem wel heel gemakkelijk eruit duwen. Oh, dit is wel heel zoet hoor. Ik zie alleen die armpjes hier. Lijkt wel of die niet helemaal af zijn. Waarschijnlijk had ik daar iets beter op moeten letten, denk ik. En ik moet een klein beetje die stukjes die te veel zijn ervan afhalen. En ik moet nog kijken of het me lukt om hier een hele Pikachu van te maken. En dat gaat lastig worden, omdat dit niet helemaal mooi glad is. Ik hoop dat je het zo kan zien. Ik heb de twee halve Pikachu's weer teruggedaan in de vorm. En ik heb hier een beetje weggeschraapt met een mesje, voorzichtig. En nu gesmolten chocola op gedaan. En ik heb nog wat extra gesmolten chocola op de plek van het staartje gedaan. Want daar miste ik een stukje en bij de pootjes. Nou, nu klap ik dit dicht op elkaar. En dan zie je hier de chocola die ik voor het staartje er nog in heb gedaan. En dat is van de reep die ik in mijn tas heb zitten. Dus dat is ietsje lichter. Nou, je ziet het. Ik ben heel benieuwd. Het is nu de volgende dag. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik ook nog witte chocola bij heb moeten kopen. Want ook dat was niet goed gegaan. Ik ga nu proberen om de bal in elkaar te zetten. En ik ben echt zo benieuwd of het nu wel is gelukt. Eerst maar Pikachu bevrijden. Nou, goed genoeg zou mijn dochter van 7 zeggen. Ik zal wel proberen om hem nog iets beter te maken door die randjes hier die er niet bij horen eraf te halen. Oh, sorry Pikachu. Oh nee, kijk. Breek ik zijn oortje af. Kan ik natuurlijk niet uitstaan. Dus dat ga ik zo meteen proberen om weer even te lijmen met een beetje gesmolten chocola. Nou, dat ga ik jullie straks laten zien. Dan nu de pokebal. Zo, Pikachu toch maar even weer terug in de koelkast gezet. En het ging heel gemakkelijk. Ik heb al wat gesmolten chocola. En met een cocktailprikker heb ik gewoon een klein beetje gesmolten chocola als lijm gebruikt. En kon ik dat oortje terugzetten. Dus ben benieuwd of dat gelukt is. Wat ging hier mis? Ja, ze moeten echt op deze manier terug in de koelkast. Omdat als je hem zo terugzet in de koelkast, dan loopt die gesmolten chocola naar beneden. En heb je dus niet een hele mooie bol. Nou, toen heb ik geprobeerd om de chocola opnieuw te smelten. Maar ik had niet genoeg. Dus ik heb witte chocola erbij gepakt in de winkel. Ja, je ziet hoe het er nu uitziet. Hier heb ik geprobeerd om weer wat extra toe te voegen waar de chocola niet genoeg was. Nu moet ik hem netjes hieruit zien te krijgen. Uh-oh. Is hij nog heel? Ja. Nou, best mooi. Alleen moet ik die rand een beetje bijwerken. En klinkt misschien niet zo fris, maar met een klein hobbyschaartje wat je dan goed hebt schoongemaakt, kan je dan heel precies dit bijknippen. Of anders met een mesje. Eigenlijk komt dat ook hetzelfde neer, toch? Een mesje wat je schoonmaakt of een klein schaartje. En nu moet ik kijken of ik hier ook zo'n mooie halve bol heb. So far so good. Ja, ik ben er stil van. Ik vind het echt spannend. Ik vind dit een van de leukste pakketten om te doen. Het is nog niet klaar, dus ik ben benieuwd of die helemaal gaat lukken. Het is niet gemakkelijk. Zeker niet als je perfectionistisch bent, zoals ik. Maar wel super leuk. Ik ga nu met behulp van een gesmolten chocola deze twee halve bollen op elkaar lijmen. Ik ga er een briefje in doen. Kijken of dat lukt.
Ik ga de kleine Pikachu erin doen. En dan heb ik hier nog een zakje. En in dat zakje, snel de chocola wegleggen voordat het smelt door de warmte van mijn hand. En wat zit hierin? Volgens mij sprinkles. Oh, geen gekleurde sprinkles, dat had ik verwacht. Maar ja, ik denk ook een soort chocola, dus dat gaat er ook in. En dan laat ik jullie zo meteen het eindresultaat zien. En hier is hij dan, mijn zelfgemaakte pokebal van chocola. Ik ben er heel erg trots op. Hoe vind jij hem? Heel mooi. Ja, gelukkig. Ik ben blij dat je het zegt, want er zit toch wel wat tijd in. Ze vindt hem mooi, maar ze is natuurlijk gewoon ook heel erg benieuwd hoe hij gaat smaken. Er zit wat in, weet je dat? Nee. Ga ik je zo meteen laten zien. Er zit een Pokémon in. De malletjes, nu nog een beetje vies. Die kun je dus steeds opnieuw gebruiken. Ik kan dus heel veel van deze pokeballen maken. En ik ga zeker nog eentje maken voor Amber. Dat is de dochter van Linda. Weet je wie ik dan bedoel? Met Linda zijn we altijd Pokémon aan het vangen. Oh, ja. En Amber is haar dochtertje. Ja. Die zit bij jou op school. En die vindt het ook heel erg leuk, weet ik zeker. En dan ga ik nu de pokebal openmaken. Met dat lijmen. Dus met, ik heb dit gelijmd, op elkaar gelijmd. Met, ze kijkt ze echt heel... Gaan we niet dat wel eten? Nee. Met vloeibare chocola heb ik dit gelijmd. En nou, een kwartiertje in de koelkast gedaan. En dan is die hard. Oh, ik vind het gewoon echt jammer om hem te breken, weet je dat? Ik wil niet dat eronder. Ja, maar ja. Oh, kijk. Wie is dit? Pikachu. Pikachu. En het oortje van Pikachu is nog heel. Dus ook dat is gelukt. Nou, mag jij Pikachu proeven? En ik had er een briefje in gedaan. En dat is ook nog gelukt. Dus die pak ik er nu ook uit. Lekker. Waar smaakt het naar? Chocola. Chocola, ja. Ik ben toch heel benieuwd wat je dan zou zeggen. En kijk eens. Ik krijg een knuffel. Nou, dit is de witte chocola met wat van die sprinkles. En dit is dan de andere chocola. Lekker? Voordat alle chocola op is, ga ik snel deze video afsluiten. Voor Pokémon fans is dit echt een aanrader. Een superleuk pop-and-cooking setje. Wat je steeds weer opnieuw kan gebruiken. Ik hoop dat jullie iets aan deze video gehad hebben. Voor nu bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag!